Welkom bij Dynamite Magic Shop, product update nummer 67. Hey, mag ik niet meer meedoen vandaag? Jawel. Oh, oké. We gaan meteen beginnen. Ik heb een spelletje kaarten meegenomen en een Sharpie. Zo. Weet je wat, ik zal het even zo doen. Die en deze. Die mag je even goed schudden. Dan schud ik deze. Ja. En dan heb ik daar een Sharpie liggen, René. Ja. En dan wil ik jou vragen om met die stift een kruis aan de onderkant te zetten, zonder dat je de kaart ziet. De onderkant? Ja. Dus je pakt het stapeltje op. Oeh, dat gaat volgens mij niet helemaal soepel. Oké. Ja. Ja, dat is dat. En dan heb ik hier nog een stapeltje, René. En dan wil ik jou vragen om gewoon een kaart aan te wijzen die je wil. Dat is mijn. Daar mag je een kruis op de achterkant zetten. Hierop? Ja. Oh, no. Oké. Ja, wat beter, hè? Die is in ieder geval, denk ik, mooier dan die andere. Ja? Ik zal de kaart gewoon even in doen. Misschien sterker. Het mooiste is, je hebt hier naar de kruis op de voorkant gezet. Ja, even schudden. Dat is ook leuk. Ja, ik maak het jou moeilijk. Dus hier zit een kruis, als het goed is. Op de achterkant. Ja. Ik zal het even zo doen. Dat jullie zien dat er verder nergens een kruis op de achterkant staat. En even voor de duidelijkheid, ik heb hier nog een voorspelling. Dus hier heb ik één kruis op staan. Kijk maar eventjes opzij. En hier mag ik even checken? Ja, zeker. Ik ben denk ik kieskeurig vandaag. Oké. En hier heb je een kruis op de voorkant gezet. Ik zei dat ik dacht dat hij niet zo strak was. Achterkant mag ook gecontroleerd worden. Ja. Het mooiste is, ik heb hier namelijk een voorspelling liggen. En dat die voorspelling staat. Ruiter 8 en harte 8. Ruiter 8? Ruiter 8. Het zou te sterk zijn. En harte 8. Nice! En dit is van Joe Miranda. De Mental Pen. Mental Pen. Ik weet niet wat het is. We hebben hem van de week al een aantal keren laten zien. Ik vind dit een... Dat is gewoon een coole truc, leuk dingetje. Het is, dit is natuurlijk één van de mogelijkheden. Dit is inderdaad de kaartdruk, maar je hebt zoveel mogelijkheden. Je kan een tijdschrift pakken, je zegt ergens stop, je bladert hem open, zegt hou een tijdschrift achter je rug, legt een voorspelling neer, ze cirkel iets aan, ze kruis iets aan. En vervolgens kun jij precies vertellen, nou je hebt al verteld in je voorspelling, welk gedeelte van het artikel, welke kop in de krant, noem maar op, dat ze hebben aangekruist. En ze heb je heel veel mogelijkheden. Er zitten heel veel routines bij qua ideeën en instructies. En het gave is dat het eigenlijk alles wat hier net gebeurde, de toeschouwer, dat is natuurlijk een gimmick, de toeschouwer zorgt dat de gimmick werkt, laat ik het zo zeggen. Het is super slim gemaakt, je krijgt meerdere gimmicks, heb je die nodig? Nee, maar stel voor dat je er één kwijt zou raken, dan kun je gewoon een nieuwe pakken. Dan raak je nog één kwijt, kun je nog een nieuwe pakken. Ja, en dat is erg makkelijk, want ja, dit is eigenlijk een van de eerste keren dat we het doen. Ja, precies, ik heb mijn winkel van de week al een pakken gedaan, maar dit is echt het is super makkelijk. En de Sharpie stift op zich is ongeprepareerd. Dat betekent als jouw stift leeg zou raken ooit. Als je denkt, ja, maar wat is leeg? Pak je een nieuwe stift en dan gebruik je die gewoon. Dus dat is ook geen enkel probleem. Zal ik even laten zien hoe je ze open moet maken? Dat weten de mensen. Nee, dat doen we wel. Een keer misschien. Ja, dat kan. Dan hoef je niet open te maken. Hè? Blijft, dan kun je gewoon switchen. En maar dat mensen weten hoe je in kunt vervangen eventueel. Oké. Kun je dat? Zal ik even laten zien dan? Oh. Dus je pakt de shift, dan beweeg je een beetje naar voren, naar achter. De dop. Naar voren, naar achter, de dop, ja, die zit er gewoon goed op. En normaal gesproken, maak je hem dus open. Op deze manier kun je dus het inktpatroon eruit pakken. Pak een andere Sharpie, of je pakt gewoon een nieuwe Sharpie. Ik leer ook nog dingen. Die haal je eruit, hop, erin, en je drukt hem weer netjes aan. En hij is weer klaar voor handig, gebruik. Handig voor bijvoorbeeld Color Match, waarbij je stift wel eens leeg kunnen raken. En waar dit speciaal is. En, hey, handig Leon. En nu... Ja.
Handig. Niet met een tang prutsen dus, dat hij beschadigt. Ja. Dat is de Leon methode voor het openmaken van het stift. Nou, oké. Okay. Die bonus was dat. Okay. Die bonus. Mental Pen, compleet met alles wat je nodig hebt. Compleet met online video instructies van Joe en Miranda. En die heeft gewoon tot nu toe alleen maar goede dingen uitgebracht. De Astonishing Bottle, de, hoe heet het allemaal, de Sketch Money, Sketch Card, Ticket, de Pringles, de telefoon en... Phone en bottle, phone en Pringle bus. Ja, ja, precies, ik ben denken de naam. Unbreakable phone. Ja, hij heeft allemaal mooie dingetjes en die kaartbox. Dus dit is weer eentje uit zijn lijn. Ja, dus je kan hier geen beeld aan vallen. Daar bedoel ik mee dat je geen kat in de zak hoopt. Het is een goed ding. De Mental Pen kost... $42.50. Nou, wou ik je nog die kaart terug laten zien, René? Oh, sorry, maar ik heb nu even al een beetje... Eentje dan. Eentje. Een beetje een hekel te krijgen aan al die kaarten gezet. Oké, okay, ja, weet je wat? Doe maar geen kaart terug. Geen kaart terug. Geen kaart terug? Nee. Gaat niet vandaag. Misschien met de andere hand. Kijk, daar wel. En dan zie je dat het kaartspel helemaal verschoenden, verdwenen is. En dat is... Vanishing Deck. Het Vanishing Deck. Ja. Het verdwenende kaartspel. €9.50 en je kunt hem vaker gebruiken dan één keer. Ja, ik weet niet wat het nou is, maar inderdaad, ga ik eruit. Stel voor je bestelde hem. En je krijgt niks binnen, dan is er iets anders aan de hand. Ja, maar het is er wel. Het is er wel. Oh. Check de instructie erbij zit in Nederlands. Ja, leuk. Dus die is altijd leuk om nadat je een kaart truc gedaan hebt. Je wil je nog een truc zien of zullen we iets anders doen? En boom. Ja, leuk. Vanishing Deck, oude truc. Hou we namelijk even mee. dan heb ik hier een klosje garen. Zo doen. Klos garen. Oh, wat afleiding. Het garen is rijgaren. Dat betekent dat je dat in kleine stukjes kunt trekken. Zie. Al die kleine stukjes pakken we keurig bij elkaar. Zo. Pakken we eventjes allemaal die stukjes behalve eentje. En dan maken we een balletje van. Dan kun je dat balletje kun je op het draadje zetten, zeg maar zo. Kijk, ik blijf hangen. Ja, dat hangt, zie. Blazes. Dat is toch een heel voorzichtig blaasje. En als je het blaast, wordt het draad weer helemaal heel. Nou, dit is, een hele oude truc hoor, dit is het Gypsy Thread, ook wel genoemd Hindu Thread. Een hele makkelijke uitvoering eigenlijk. Kun je doen met een normaal klosje rijgaren. Nou, wij verkopen dit al heel lang. We zijn van de papieren instructie met 26 foto's overgegaan naar een video. Veel handiger. Dus als je de truc koopt voor €12.50, krijg je klosje garen waar je heel veel keren mee kunt doen. En toegang tot een online instructievideo waarop je deze routine leert. Heel indrukwekkend voor het publiek. Je moet met een mooi verhaaltje brengen, niet zoals ik net deed. Dan is dat een hele mooie routine. Dus ja. Check onze website, Gypsy Thread, €12.50 met de video. Wat wij ook hebben, wij hebben ook neondraad. En dat is mooi voor als jij neonlicht erop staat. Dan, ja, voor het grote publiek of zo, dat het echt eruit springt. Ja, we hebben net losse klosjes neondraad. Geel, roze, groen. En, volgens mij nog eentje niet? Oranje. Normaal. Oké, het staat op de website dus. Ja, Gypsy Thread. Als je Gypsy Thread zoekt, krijg je dat automatisch gezien. Nou, er zit dan geen routine bij, maar die kun je extra bijbestellen en dan heb je helemaal genoeg draad. Er zit volgens mij 200 meter op zo'n klosje, hier zit al 300 meter op. Dus dan heb je echt heel veel draad, zeg maar. De Gypsy Thread. Laten we eens zien. Ik heb hier een klein papieren zakje om te openmaken. Het is verder helemaal leeg. Hou je van bloemen? Jazeker. Mooi. Vooral kunstbloemen. Ja, want die hoef je geen water te geven om die te onderhouden. Dat zal het idee zijn. Nou, ik bewaar hier bloemen in. Ik zal het even zien, maar alleen die passen naar het in. Dat zijn soort van cadeautjes. En in die cadeautjes, daar zitten bloemen, zie. Zakjes verder leeg trouwens. Maar als je met je hand ingaat, kun je eruit halen bloemen.
kijk, ja, er zit nog meer in. Maar mooi, die cadeautjes passen net in de zak, zie. Maar sterker nog, er zit nog meer in. Ik ga het laten zien. Kijk, mooi, dat is allemaal bloemetjes. En de zak is uiteraard verder voor helemaal plat. Nou, dit is de Dream Bag Mini, noemen wij hem, klein. We verkopen al jaren de grotere uitvoering. We hebben nu ook een mini-uitvoering. De grote uitvoering kost €25. Deze kost €17,50. Inclusief Nederlandse instructies, helemaal compleet. Met zakken, met de bloemetjes en alles erbij. We hebben dit ook, trouwens, als je dit leuk vindt, hebben we in een koker, denk ik nu aan. Ja, de aquarium frame. Ja, van Toren. Dat is wel een stuk duurder, maar dan heb je wel een heel kwalitatief mooi ding. Haal je er 12 uit een lege koker, aquarium frame. Moet je eens, super aquarium frame. Moet je eens even de site checken. En we hebben toevallig nu ook een hele grote versie staan. Met, deze bloembakken zijn echt zo groot. Als je adres hebt, bel even of meeleven. Hebben we normaal niet, maar die hebben we ook eentje toevallig staan. Dreamback. Ja, om die spullen steeds wegruimen is natuurlijk wel... Kijk, het mooie van kunstbloemen is, daar kun je ook niet allergisch voor zijn. Hè? Ja, of je moet allergisch voor plastic zijn. Ja, of stof. Want dan komt er stof op te liggen. En dan krijg je dat weer. ik zie hier een mooie mat liggen. Ja. Ik ga even... ik zie een mooie mat liggen. Want, wat kregen we laatst? Kregen we de vraag. Kun je ook wat meer laten zien over close-up matten? Nou, dat kan. We hebben even een verzameling gemaakt. Dit is de voorkant en dit is de achterkant. Ja, wat, dus dan kunnen we het even best laten zien. Het is echt degelijk rubber. De matten zelf bestaan uit, deze, uit ja, twee of drie laagjes. Je hebt een rubberlaag en soms heb je nog een schuimlaagje tussen. Dit zijn twee lagen volgens mij. Ja, dit zijn twee inderdaad. Zo werk kan zien. Alhoewel zit er ook een schuimlaagje. Ja, ja, en daarbovenop zit een gekleurde toplaag. Nou, dit noemen wij de grote mat. Dus je close-up mat groot VDF. VDF is de fabrikant, Vincenzo di Fatta, daarom VDF. Dus een grote mat. En door die onderkant blijft hij ook mooi liggen, die verschuift niet. Dus. Ja, dat krijg je, je kan het echt niet, zie je, je kan het echt niet schuiven. En het drukt ook een beetje in, dus ook makkelijk om een kaart te oppakken of munt. Of... En deze mat hebben we in vier kleuren. We zullen het even laten zien, pak die grote mat aan. Dat is nog, gaan we nog verkeerd om, we hadden mooie volle mooi recht, maar het kon dat deze wel licht. Dit is de rode, dat hoeven wij niet uit te leggen. Dan hebben we groen. Zie je? We hebben blauw, en zwart. En deze matten zijn, kan ik ook even zeggen, als je dat wil weten meteen, kan ik ook even zien hier. Die zijn 58 bij 40 centimeter. Nou, in deze matten hebben we nog, in deze kleuren moet ik zeggen, hebben we nog een aantal soorten. Misschien een belangrijk dingetje voor te vertellen. Stel voor je gebruikt rode kaarten, gebruikt dan geen rode mat. Wij doen dat wel. Wij doen het wel, maar het heeft met camera te maken. Ja. Dus om de zwarte mat niet scherp stelt. Ja. Wat ik mooi vind, rode kaarten op een zwarte mat vind ik mooi. En groen. Blauw kan eventueel ook. Maar rode kaarten kan op een blauwe mat zo mooi. Maar je moet geen blauwe kaart op een blauwe mat, bla bla bla. Ja, mag wel, maar heb je contrast niet zo mooi bedoel je. Ja, en munten kun je bijvoorbeeld mooi op deze doen. Kan ook mooi op deze. Kan eigenlijk wel allemaal mooi volgens mij. Ja, zwart zit mooi af, is neutraal hè, zwart. Hmm. Deze. Ik zal deze even wegleggen. Onthoud de kleuren even nog. Want we hebben dezezelfde matten ook. Die is iets kleiner. Iets kleiner, de helft. Precies de helft. Zie. Zelfde kwaliteit. Maar dan eigenlijk, dus de close-up mat standaard. De maat hebben we hier ook op staan. Top. Er staat er nog eentjes op. Dat kan we allemaal omrekenen. Volgens mij staat hier een centimeter op. Ja, 40 bij 28 centimeter. Dus 40 bij 28. En die hebben we ook in dezelfde kleuren. Rood, groen, blauw, zwart. Overigens, die grote versie kost €25 per mat. Deze, €15 per mat. Zeg je nou eens leuk, maar ik vind het een beetje saai. Dan hebben wij ook bedrukte matten. Ja. €17,50. Ja, €17,50. Dan, dit is even niet bedrukt, laten we het erbij zeggen. Hetgeen wat bedrukt is. De azen. De azen en de streepjes. Hier loopt hij niet door, aan één kant in ieder geval. Nee, dat is eigenlijk de kant waar je werkt, zeg maar. Ja. Zo. En die is ook 40 bij 28 centimeter. Hebben we ook in dezelfde kleuren. Rood, groen, blauw en zwart. De bedrukking is altijd in goudgeel kleur. Die kost inderdaad €17,50. Dus 25, 15, €17,50. Allemaal verkrijgbaar aan dezelfde kleuren. Dan hebben wij de Goshman matten. Zeg ik dat goed? Ja, 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 ja. Dit is ook twee lagen. Is een stuk dunner.
Ja, ja het zijn twee laagjes. Het is echt, ja, ik zou niet zeggen, foam is het. Aan deze glijdt dit, denk ik ook of niet? Ja, die kan meer glijden. Ja, die kan meer glijden. En dit is, mooi, zijn mooie kleuren hebben ze ook in. Zwart, rood. Kijk, zijn hele mooie kleurtjes. En voor de prijs hoef je het ook niet te laten. Nee, die kost namelijk... Tientje. Euro. Maar het zijn wel matten. Ik vind ze leuk voor thuis. Leuk voor ergens even te gebruiken. Maar bij veelvuldig meenemen. Zeker als je matten gaat oprollen. Overigens, als je matten oprolt, altijd met de mooie kant naar buiten. Mensen hebben het idee, dan wordt die vies. Maar als je het, kijk, dus dit is niet om op te rollen. Want als je hem anders hem oprolt, dan krijg je kreukels en vouwen erin. En die krijg je er tijdens je optreden vaak niet uit. Dan krijg je echt, even laten zien. Dan krijg je dit soort dingen erin. Zie je, die kreukels. En die blijven dan vaak een tijd zitten nog. Ja, wat is het nadeel van deze en deze matten? Nou, laat ik zo zeggen, ik zou dit meer matten voor thuisgebruik vinden. Waarom? Als je echt gaat werken in een restaurant of wat dan ook. En mensen staan met een glas bier of een glas drank of in de hand. En je vraagt, hey, zou je even een kaart willen pakken? Zet er even je naam op. En mensen parkeren hun glas even op jouw mat. Nou, daar komt een kring in. Sowieso. Deze matten en deze matten. Als je daar aan gaat knoeien met een sopje of met een doekje of wat dan ook. Je gaat gegarandeerd door de stof heen. Je beschadigt je mat en dat zie je meteen. Dus eigenlijk is dan je mat verloren. Zo simpel is het. Dus die zijn niet afwasbaar. Dus voor echt goede stevige werk zou ik dit soort matten niet inzetten. Deze en deze niet inzetten. Kan wel hoor, maar als er mensen een glas op parkeren of er komt viezigheid op, je kunt ze niet schoonmaken. Nou, voor thuis te oefenen zijn deze allemaal goed. Ja, dan zijn die hartstikke goed. Dit waren de Gosman matten. Maar we hebben toevallig deze week nog een mooie serie erbij gekregen. En dat is eigenlijk een combi van wat je voorheen hebt gezien. Want deze matten... Oh, die voelt wel fijn aan. Ja, kijk in de achterkant. Rubber. De lagen zitten heel stevig op elkaar gelijmd. Het is ook mooi. En die hebben ook in een aantal kleuren. Blauw. Zwart, het is donkerblauw. Kun je het zien met de camera? Ja, donkerblauw. Geel. En rood. Nou, en deze zijn weer wel beter afwasbaar. En rubberen achterkant, dus die glijden we niet op de tafel, ik ga hier touwt, ook niet op de mat. Deze voelt ook wel fijn aan, vind ik. Ja, die wordt ook fijn daarom. En die zijn we ietsje duurder, maar goed, €14,95 voor een toch wel een forse mat. 42 bij 32 centimeter zijn ze. Mooie matjes. Dus en omdat ze dun zijn, ze zijn best wel dun, kun je ze ook heel compact oprollen en meenemen. Die kan je net in je koffertje ergens tussen, weet je wel. Super en mooie matjes. Dan hebben we nog mooiere matjes. Deze gebruik ik zelf ook. Alleen in de grote versie. Ja. Dus de kleine versie. Ja. Ook twee lagen. Ja. Nou, twee lagen. Dit is eigenlijk. Ja, dit zijn twee lagen, maar officieel zeggen ze dat het één laag is. Deze stof is zo. Die andere dingen worden op elkaar gelijnd. Dit is zo. Dit is hetzelfde materiaal waar ze duikpakken van maken. Dit kun je niet loshalen zelf. Nee, maar. Het zijn twee lagen. Maar je kan het niet loshalen. Deze kost €20. Ja. Jong. Voordeel van deze is dat je deze kun je gewoon onder de kraan houden. Afwasmiddel erop, hoppa, onder de kraan. Maar nog iets, deze kun je volgens mij ook goed knippen. Ja. Stel voor je wil een kleine ronde mat hebben. Ja, of snijden kan ook. Maar kan die andere ook al, maar dit is het pluis meer. Het is gaaf, want dit is gewoon, kijk, daar zijn matten niet voor bedoeld. Maar dit is echt een soort rubber. Ik bedoel, ze zijn echt ergens tegen bestand. En nogmaals, als je professioneel werkt, mensen zetten hier een glas op of wat dan ook. Hoe cares? Ja, of pak een doekje naar de woordstelling, hoppa, poetsen en klaar. Ga ik hem even zo neer, dan kunnen mensen ook een beetje... €20 kost deze. Hoe groot? €20. Dan hebben wij deze dus, de medium. Hetzelfde mat. Alleen iets duurder, €32,50. Iets groter, ja. Wacht even, kan ik het zo doen? Zie je, iets groter. Ja, €32,50. En dan hebben we de deze, Big Brother. Ja, dit is een mat voor mij dus. €42,50. Deze heb ik zelf. Ja, die is eigenlijk ook bijna twee keer zo groot als de standaard mat. Bijna twee keer zo groot. Ja, dat is gewoon een hele fijne grootte met munten, met kaarten. Ik zal ze even zo neerleggen. Ja, dat is, ik weet niet of kunnen zien, het is allemaal zwart. Ja, ik laat mijn hand even langs. Zo, dat kun je het helemaal zien. De hand er nog op. Dus hier. En ja. Hier. Dat zijn de Magic Mats, zo staan ze op de website. Magic Mats van Trevor Duffy uit Afrika. Diezelfde rubberen matjes. Hebben we ook super dun met een print erop. Ja, dat houdt niet op. Dat zijn de hartjes. Ja.
Ik weet nog niet meer zeker wat die kost. 12? Deze zijn €39. Die staan in de Pro Elite matten. Ja, je moet eigenlijk even kijken, moet niet, je mag kijken, in de categorie accessoires en dan close-up matjes. Daar staan precies, al deze matten bij elkaar. Dus het makkelijkste heb je een overzicht van alles. Ze hebben allemaal verschillende namen. Deze zijn ook heel dun op te rollen. Afwasbaar. En ze hebben een beetje een glanslaagje erop. Ze zijn dus niet zo chic, zeg maar. Ze zijn gladder. Dit is echt, ik kan het niet echt voordoen, maar het is... geef nog eens die andere mat. Ja. Het slaat nergens op. Nee, die bedrukte. Bedrukte. Kijk, deze mat, ik denk als je het op elkaar legt, andersom. Zie je, ze zijn ook echt glad. Kijk, als je met de rubberen kant op elkaar legt en houdt het op, dan is het... Zie je, kun je het niet meer schrijven bijna. Maar ze zijn echt glad. Nou ja, dan komen we meteen bij deze aan. Bicycle print. Die is ook weer een andere prijs, toch? Nee, ook zelf, €39. Nou, en hebben we ook in de blauw. €39. En ze zijn allemaal ook kwalitatief goede, maar echt heel dun. Dus goede kwaliteit, op te rollen. Je kunt nog een color change doen als je wel eens twee bestelt. Gooi je die zo op en dan. Ja, dat kan. €39. Dan hebben wij de straatmatjes, heet het volgens mij, van leer. Ja. Echt super verkundig gemaakt, de lucht kan eruit. Er zit een haak aan, als je echt straatgoochelaar bent, vaak heb je een tafel of een kar, iets waar je... dingen aan kunt hangen, dus er zitten, als je van die oogjes of van die haakjes hebt aan je kar, kun je hem aanhangen voor mee te nemen. Dus echt goed leer. Het wordt gemaakt door professionele zadelmaker en leerbewerker. Ja, en die hebben ook een aantal kleuren. Blauw voor de set. Het is blauw, ja. Rood. Groen. En dit is groen. Die is ook hartstikke en dik, hè. Kijk eens. Het is echt, denk wel, zeker een centimeter. Dat is echt goed gemaakt. En die hebben ook beperkte voorraad, dat wordt steeds voor ons gemaakt. Een hele grote voorraad heeft geen zin om daarvan te maken. En die kunnen we in principe alle maten maken. Als jij straatgoochelaar bent en die zegt, ik wil een andere afmeting, of ik wil een ander soort of wat dan ook. Kan. No problem. €49. Dat waren de close-up matjes. Toen waren de close-up matten heen. Dit is onze mat die wij altijd gebruiken hier. Wij gebruiken een rode mat. Dan zeg je, waarom? Omdat een zwarte mat niet scherp kan stellen. De camera kan niet goed scherp stellen op een zwarte mat. Dan blijft die focus en een rood of een andere kleur beter. Dus laten wij rood gebruiken. Even een beetje centraal. Nee, niet wel. Okay. Iets heel anders, Leon. Ik heb twee kaartjes. Ja. Ik zal je laten zien. Ja. Eén kaartje met no. En één kaartje met yes. Check maar af als je wil. Niet te iets gek. We hebben niks afgesproken. Dat klopt. Oké, even voor de duidelijkheid. Dat zou natuurlijk wel kunnen, maar dan is het natuurlijk een beetje minder interessant. Oké. Ik doe even zo. Als ik kunnen, zouden mensen thuis ook nog kunnen nagaan wat ik allemaal aan het doen ben. Ik ga je zo meteen vragen welke kaart... Jij denkt dat ik neerleg. Anders omgedacht, kan ik nog beter zeggen. Misschien, ik ga een kaart neerleggen. Ik weet van tevoren al welke jij neerlegt. Ik zal het zo net niet kunnen zien ook. Ja. Ligt hier yes of ligt hier no? No, denk ik. No. No? Heel goed. Oké. Mix. Gaat hij yes pakken of gaat hij no pakken? Mix. Ligt hij yes of ligt hij no? Yes, denk ik. Yes. Yes. En yes. Ligt hij nog één keer? Je kan natuurlijk ook al even, je kan ook vragen gaan verzinnen. Ik ga even mixen. No. Echt? Ik geloof dat thuis ik ook niet. No, zei je? No. Dus je kunt telkens voorspellen. Je kunt telkens voorspellen wat de toeschouwer zegt. Je kan ook vragen stellen en dan weet je het antwoord daarop als je wil. Maar in principe kun je altijd weten wat een toeschouwer zegt. We hadden niks afgesproken, alleen een volledig vrije keuze.
Want de gevolgen kan spreken, je moet eerst ja zeggen, dan nee hadden we. En nee, dat hebben we niet gedaan, voor alle duidelijkheid. Nou, dit is de decisions. Ja, je kijkt de programma Victor Metz Mindfuck, waar hij ook deze kaart in gebruikt. We hebben twee uitvoeringen. De Yes-No Edition. Nou, de Yes-No Edition staat Yes en No op. Origineel. En we hebben ook de Blank Edition. En de Blank Edition, daar staat nog niks in die cirkeltjes. Dus dan kun je er zelf iets op schrijven. Dus stel je zegt, ik doe het met rood en blauw, want je doet het met kaarttruc. Schrijf je één rood, één blauw. Kun je daarmee. Dus dat is de Blank Version. Moet je even kijken welke dat je bestelt, dat je ook de juiste bestelt. Of je zet er in het Nederlands ja en nee in. Op zijn Duits ja en nee. Ja, oh nein is het dan. Ja. Ja. Heel mooi gemaakt. Ja, heel goed gemaakt. De Rob, ik zou Romney. Zeggen, ja. Misschien zei ik dan te veel. Dan zeg ik niet. Dat zou ik nog niet vertellen. Ja, super goed gemaakt. Ik vind het super dichtbij. Mensen zien het niet. We hebben het in de winkel ook gedaan. En zeggen, wat? Ja. Compleet met instructie. DVD. Van elke exam. Ja, compleet met alles wat je nodig hebt. Uitgebreide instructie erbij. Zeer sterk effect. Normaal overigens zou ik werken vanuit mijn borstzakje. Nu zit ik even onder de mat omdat ik geen borstzakje heb, maar ik wil het een beetje nog overzichtelijk houden, niet onder de tafel of zo. En normaal werk je uit je borstzakje, pak je er eentje uit en zeg je, dit wordt hem. En je kunt aan het begin en het einde alles laten checken. Decisions van Alakazam Magic. Kost? Kost €44,95. En volgens mij zijn we er doorheen. De vakantie zijn wij gewoon geopend. Ja, dus er is geen speciale vakantiesluiting. We zijn de hele vakantie laat gewoon doorlopend geopend. Of Leon is er, of ik ben er. Ja, of allebei ligt aan wanneer je komt. Op zondag zijn we gewoon nog dicht. Ja, de normale openingstijd op de site die geldt. Ook het verzenden gaat gewoon door. Al is onze ervaring dat in vakantietijd, omdat er vaak bezorgers zijn die dat als vakantiebaat doen, dat pakketten wel eens lang onderweg kunnen zijn. Maar dan ligt dat even niet bij ons, maar aan de bezorgers. Tenminste, is elk jaar nog ooit altijd iets geweest dat er of ik een pakket een keer niet ophalen, dat het een nieuwe route voor een bezorger is, of nou ja, maakt niet uit. Mm. We zijn dus gewoon geopend. Je bent welkom in de winkel. We ontmoeten je hier graag. We laten je graag de allerleukste dingen zien. We hebben een heleboel tweedehands spullen liggen. Dat kun je hier niet zien. Een hele tafel vol met tweedehands spullen. Die staan veel dingen helemaal niet van op de site hebben we wel liggen. We hebben een groot aantal tweedehands boeken. Die staan hier links bij ons. Kun je ook niet zien. Staan ook niet allemaal op de site. Dus als je dingen wil, ja. Als je dingen wil zien die niet op de site staan, en je denkt, hey, misschien ligt er wel iets interessants tussen. Dat zou ook zomaar kunnen. Dat je hier iets unieks vindt voor jezelf. Ja, nou. Dat was hem dan, denk ik. Ja. Er komen weer nieuwe dingen binnen vandaag en morgen. Maar die bewaren we dan tot de volgende keer. We kunnen ook niet alle nieuwe dingen steeds laten zien. Ja. Want alles wat we laten zien, betekent dat we ook echt moeten oefenen. En laten we het een tijdje bereiken. We kunnen niet alles laten zien. Maar dat hoeft ook niet. Want op de site kun je alles zelf terugvinden met filmpjes. En wij zijn er de volgende keer weer. Over een week of twee. Ik denk dan alleen maar, want dan ben je aan mijn vakantie. Denk ik nu. Volgende maand nog. Ja. Maar goed, tot de volgende keer. Tot de volgende. Hoi hoi.